We zijn hier vandaag in de Realistic Beurs in Amsterdam. Het is 2016. Welke datum is het vandaag, Thijs? Het is vandaag de 22e. 22e, oké. Okay. Dit is even het overzicht. En dan gaan we eens even wat detailshots maken. Ik heb net even dit schilderij gezien, daar wil ik eigenlijk even naartoe gaan. Ik vind het wel heel interessant. Tenminste, van een afstand. Oh, het is zo klein. Okay. Dit vind ik wel leuk. Ja. Kijken. Ja, dit is de kunstenaar Zhang Xiangming, een jonge kunstenaar uit Beijing. En die schildert allemaal Beijing Girls, allemaal mooie meisjes. En dit is een kunstenaar die drie maanden geleden in een programma van CNN genoemd is als een van de meest veelbelovende jonge kunstenaars uit Azië. Ik zie het, ja. En wij zijn heel blij met hem. We hebben een aantal schilderijen. Dit is er eentje van. Ja. Een hele mooie Beijing Girl. En binnen hebben we een andere. Gaan we daar even naar? Ja, kunnen we ook even kijken. Oké. En hij schildert in groot formaat. Fantastische ogen, hele mooie mond altijd. Ja. En dat zijn aantrekkelijke, imaginaire vrouwen. Absoluut, absoluut. U vindt het ook mooi, hè? Prachtig. Ja, hele mooie kleur. En vooral de ogen, hele sprekende ogen. Ja. En volgende week hebben we er eentje hangen op het Kunst en Antiek Weekend in Naarden. Oké, okay, en waar kunnen we, waar is uw galerie? Waar kunnen we u vinden? Amersfoort. Wij zijn Galerie Kunstbroeders. Oké. Okay. We zijn gespecialiseerd in Chinese hedendaagse kunst. Oké. Okay. Nou, dan voor de mensen die dit zien, kunnen ze even langskomen. Hè? Heel graag, altijd welkom. Okay. Van donderdag tot en met zondag. Oké, dank u wel. Hasti. Kijk, dit is ook leuk als collega-fotograaf onder elkaar. Hallo, stel je even voor en vertel even wat je doet. Ja, ik ben Barend van Herpen van de Silver Portrait Store in Amsterdam, Utrechtse Dwarsstraat. Wij maken wet plate collodion portretten. Op uitnodiging van 99 publishers zijn wij hier op de beurs aanwezig. En, zowel met ons werk als met het proces. We hebben de lokale toilet verbouwd tot doka. Okay. Wij maken hier one-of-a-kind portretten, unieke portretten op een aluminium plaat. Ik zie het. Die platen die worden gecoat met een... En dan is hij gesensibiliseerd. Dan bestaat hij uit zilverbromide en zilverjodide. Okay. En op dat moment brengen we hem nat naar de camera. De persoon heeft dat plaatsgenomen. En dan belichten we een portret. Dat duurt meestal zo'n 8 à 10 seconden, die belichting. Vandaar ook deze head brace. Okay, ja. Dat helpt bij het stilzitten. Ja. En wat is de tijd dan dat mensen stil moeten zitten? Ja, zo'n 8 seconden, 8 tot 10 seconden. Oh, okay. Na de belichting gaan we gezamenlijk de doka in. Ja. En dan wordt het portret ontwikkeld. Dan zie je eigenlijk een negatief opkomen. Dat is een bijzondere ervaring. En vervolgens gaat het in het fixeerbad. En in het fixeerbad wordt eigenlijk al het onbelichte zilver wordt weggewassen. Okay. En dan blijft er een positief beeld op. Ja. Over. En dat komt omdat er een zwarte ondergrond onder zit. Ja. Dus in feite blijft het een negatief. Maar op een zwarte ondergrond. Okay. En het beelden hebben een hele mooie scherpte diepte en een waanzinnige zwarte en toonschaal. Kunnen we wat voorbeelden zien? We kunnen hier naartoe lopen. Ja, mooi. Het zijn portretten die met deze techniek zijn gemaakt. Ja. Deze mensen hebben dus allemaal een keer gezeten, zeg maar, gedurende die tijd. Ja. Wat heel kenmerkend is, is dat het blauwgevoelig materiaal is. Dat geeft allerlei huidfeatures en gezichtfeatures worden wat uitvergroot. Ik loop even langs. Ja.
Kan dit ook nog verder vergroot worden? Als je het scant, zou je het kunnen vergroten. Ja. Zoals deze platen laten zien achter je. Er zijn een aantal inkjetprints die... dit okay. behang is natuurlijk ook zo gemaakt. Okay. Dus een scan ja. van zo'n plaat. Oké, okay. ja, nee, dat, dan wordt het echt leuk, hè? En dat soort platen, en daar is er ook een. Oké. Okay. Nou, zeer interessant voor degene die eens een keer een mooi apart portret van zichzelf wil. Ja, en een uniek. Het is een one of a kind, hè? Het is een eenmalig ding. Oké. Okay. Dat maakt het wel heel bijzonder. Oké. Okay. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Je ziet het vanzelf op YouTube. Dankjewel, Michael. Okay. Naar behoren. Vind je het mooi, Thijs? Ja. Landschap en portret in één, hè? Eigenlijk. Ja. En hij is ook verkocht hier. Op een gegeven moment is hij getrouwd met een hele goede figuratieve schilder. Ja. En beide hebben ze heel veel talent. Alleen zij staat onderaan nog op de ladder. Ja. En haar man, ja, die is al wat hoger gestegen. Okay. Maar ze doet het heel goed. Ja. En prachtig mooi geschilderd. Ja. Heerlijk. Oké, okay. En ze is eigenlijk nog heel beginnend kunstenaar. Ja, ze heeft een goede opleiding gehad, kunstacademie gevolgd. Dus de basis is goed. Ja. Ze heeft aan haar man heel veel steun die haar dus, ja, dus helpt in als het misschien iets wat moeilijker is. Nou, dat zie je er niet aan. Is goed geschilderd. Jazeker. Niks verkeerd eraan. Past hier op deze prachtige beurs. En wij zijn er heel gelukkig mee. En geven haar een kans om zich dus bij ons te ontplooien. Ja. En het schilderij hier om de hoek? Hier deze? Deze. Dat is van Ruud Antonius. Ruud Antonius die woont in Engeland. Is van oorsprong een Nederlander. Oké. Okay. Hij laat zich inspireren door Ali. Dat is duidelijk. Ja, en, maar heeft daar een heel eigen beeld bij, een heel eigen tijds. Hè, die Arabier op die, dat is schitterend. Oké. Okay. Zwarte gat. Hè, we zien er nog een vliegtuig wat... wat verongelukt is. Het is heel eigen tijds. Ja, klopt. Dit is een fantastisch geschilderd. Je kunt amper zien dat of er een verfstreek is. Maar zo vindingrijk en zoveel fantasie. Ja. Ja. En hier is er nog eentje van hem, geloof ik. Ja, hier deze. Is ook van hem. Ook heerlijk om naar te kijken. Ja. En wat is zijn naam? Ruud Antonius. Ruud Antonius. Oké. Okay. The Immigration Office. Oké. Okay. Dat is wel humor. Ja, er zit dus naast een fantastische schilder ook een stukje. Ja. Maar het is top. Heel fijn geschilderd. Ja, heel mooi. Oké, okay. En waar kunnen ze deze werken vinden? Vertel nog even welke galerie dit is. Galerie Lauswold in Alteterp, Friesland, vlakbij Drachten. Oké, okay. Nou dan weten mensen waar ze dit kunnen vinden. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Nu even een heel apart shot. Oké, okay. Even eerst welke galerie is dit en wat is uw naam? Mijn naam is Ellen Kleindert, galerie Het Kleine Huis in Den Haag op het Noordeinde. En even deze kunstenares, want dit is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Dit is zeker bijzonder. Neusje is haar artiestennaam, Neusje Kraaienhof. Is al jaren met taxidermie bezig.
maar ze heeft eerst zelf het vak geleerd. Okay. Ze zet dus zelf de beesten op en dat gebeurt niet vaak hoor. Taxidermie zie je veel vaker tegenwoordig in de kunst. Het is, ja, Damien Hirst was denk ik zo'n beetje de eerste die ermee begon in Nederland met de meest vreemde en exotische beesten. En wat is het verhaal achter dit beeld, zeg maar? Ja, ik denk dat de mensen het zelf moeten invullen, wat ze erachter... Mirror, mirror. Mirror, mirror. Het is on the wall. Ijdelheid. Het is ook een heel beeldig beestje, vind ik eigenlijk. Ja. En ze zit op een hele stoere pootjes. Okay. Dit is nog een redelijk normale. Ze mixt vaak antieke voorwerpen met de beesten. In de galerie staat nu een struisvogel onderkant met een hert bovenkant. En er zitten twee grote antieke poppen op, alsof ze op weg naar Bethlehem zijn. Het is een prachtig stuk, heel groot. Ze heeft een zeer levendige fantasie en maakt hele gave dingen. Oké, okay, hoe heet ze? Waar komt ze vandaan? Ze komt uit Den Haag. Ja. Ze werkt onder de naam Neige. Ja. En ze heet, mag ik wel vertellen, Nisje Krajenhof. Oké. Okay. Ja. En waar kunnen we haar vinden? Via de gallery, neem ik aan. Is er een websiteadres wat u Zij kunt, heeft zelf een website, neige.nl. Ja. En ik heb haar natuurlijk ook op mijn website staan. Oké. Okay. En wat is het webadres van, het, van de website van u? Van mij hetkleinehuis.com. Oké. Okay. Maar daar hoort een spelling bij, want het is... uit de niet-website-tijd nog. We hebben Google, dus die corrigeert dat allemaal. Die ik kan hoop het, dat allemaal want wel. Kleine is met C-L-E-Y. Okay. Daar begint het op mee. Nou, dan is een stukje het, van mijn eigen achternaam. Dan is het duidelijk. Oké, okay, is er nog meer werk wat u graag wilt laten zien? Dit is ons topstuk. Oké. Okay, Paul Keulemans. Ieder jaar al 12, 13 jaar in Spanje 7 maanden zit om de toro's te observeren. Ik zie het, ja. En nou is dit een hele grote. Hij is heel mooi gegoten. De hele pure giethuid zit er nog op. Ja. Hij is dus niet gepatineerd. Hij komt zo eigenlijk uit de bekisting. Dan wordt hij heel koud afgespoten en dan krijg je die rode kleur erop. Waar hij dan ook niks meer aan doet. Dus er wordt niet nog eindeloos met branders overheen gegaan. Nee. Om de hoek hangt een hele mooie acryl van zijn hond. Hier, deze kant? Ja, die kant. Okay. Weer. Wederom de torrel. Nou ja. Dat is wel multidisciplinair, deze man. Ja. Oké. Okay. Behalve dat het altijd torrels zijn. Ja. Ja. Oké, okay, nou dank u wel. Fijne avond nog. Dankjewel. Oké. Dag. Ja. Vertel even welke galerie het is. Oké, wij zijn Galerie Pos en Garcia in Maastricht. Oké. En we hebben hier een nieuw werk van Armando in een hele nieuwe techniek. Armando, in een nieuwe techniek. En het zijn dus materiedrukken met carborundum. En carborundum is een heel hard materiaal. En dat bestaat in een soort van korrels. En die korrel die wordt gemaakt met lijm. En daarmee maakt Armando dan ontstaat een soort pasta. En daarmee maakt hij een motief. Ja. En dat wordt hard en dan kun je ermee drukken met heel veel relief. Oké. Ja. En dan die worden in Spanje gedrukt. En dus die plaat die wordt ingeënt. Daarvoorheen gaat ook nog een keer die carborundum korrel. En dat wordt op een heel zwaar handgeschept papier gedrukt. Oké. En dan, En dat is een oplage van? Van 10. Van 10 maximaal? Ja, kleine oplage. Oké. Dan hier hebben we nog wat ouder werk van, denk ik, of niet? Deze hebben we al vaker gezien. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Kijk, dit is... Hey, Chico Sol. Sorry? Chico Sol, de zonnejongen. Oké. En dat zie je, hier bovenop zit zonnetje. Ja. Misschien kun je even meepikken. Jazeker. Ja. Oké. Duidelijk. Kun jij er iets over vertellen? Sowieso een zinnetje. De kunstenaar, waar komt hij vandaan? Spanje, dat is mijn grootvader. Het is haar grootvader. Het is haar grootvader, ja. Oké dan. Hij is 82 jaar. Hij woont in Castellón in Spanje. Nee, papa, daar woont hij niet. Dat is de Vos. Dat is de Vos.
Dit is de achterkant, maar de achterkant is ook een voorkant geworden. Ja, de beelden van hem die hebben altijd minstens twee kantjes. Oké, duidelijk. En hier kijkt u een keer over zijn schouder. Ja. En in Nederland staan grote beelden van hem in Ede, in Uden, in 's-Hertogenbosch en in Utrecht. Okay. Binnenkort komt er nog eentje in Kerkrade bij, van 10 meter hoog. En ze staan eigenlijk over de hele, okay, hele wereld. Die staan allemaal buiten? Ja, dat is in de publieke ruimte. Ja, ja. Ja, het is inderdaad wel een soort beeld wat je vaker ook buiten ziet tegenwoordig. Ja. Oké. Hij heeft 5 tentoonstellingen gehad in verschillende musea in Chinese steden. Okay. Onder andere in Beijing. Het moet een hele vrolijke man zijn volgens mij. Ja, wie is een vrolijke man? Altijd grappen? Nee, dat weer niet. Soms, ja. Zullen we zeggen, heel actief. Ja. Heel actief is hij. Dit is hem. Ja. Oh, ja. Hij valt een petje op met 2 horentjes, hè, Chloe? Ja. En wat nog meer? Vaak gewoon kleren die helemaal beschilderd zijn. Ja, vaak hij beschildert zijn kleren zelf. Of hij schildert zonder kleren. Dat kan ook weer. En zijn onderbroekje. En zijn onderbroekje staat er wel. Dat is wel een mini onderbroekje. Hè? Even kijken, hier, dat is hem. Zie je? Ja. En wat hij mag, dat mogen wij niet. Dat is zijn kleren beschilderen. Hij maakt ook heel grote beelden. Oh ja. En dat is een reizende tentoonstelling. Die is in Lissabon geweest. En in Madrid. En in Valencia. En in Venetië. En in Spanje. Ja, en in China. Dus het is wel iemand die heel veel opdrachten van gemeentes, overheid. Ja, maar ook krijgt. Voor. Weet je, het leuke bij hem is, en dat is echt zo, hè, dat hij. Probeert ook voor iedereen wat te maken. Hij maakt ook heel kleine prenten en die kosten ingelijst zoveel dat iedereen zo'n ding kan kopen. Dat wil hij ook. Ook communist, dat heb ik nog wel eens in Spanje. Oh, ja. En ja, iedereen moet ervan kunnen genieten, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, heel leuk dit. Ja. Oké, dankjewel. Heel bedankt. Hè. Ja, bedankt hè. Is wel oh ja, natuurlijk. Ja, nee. Dat is heel duidelijk. Nou. Even kijken of je hem nu scherp stelt. Dat is nog even de vraag. Dat wil hij toch niet echt zo? Nou ja. Middeleeuwse hoofden.